Oh! We gaan weer even lekker 10 dagen survivalen in hardcore. Daar waren we mee bezig. Oh, fiets, ik wil eigenlijk om dit niet opeten. Ik moet eigenlijk gewoon snel fixen dat ik dieren heb. Ik heb al zo'n ding. Eigenlijk moeten we gewoon dieren maken. Oh, wacht, ik zie dat ik kan gaan slapen. Laat ik dat eerst doen. Eigenlijk moeten we ook kippen nog hebben en zo. Kippies. 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 Als we gewoon beginnen met kippen, ben ik ook tevreden. Kippies, kijk dan. Hier ook. Maak maar een kuikentje. Goed zo, jongens. Ik speel leveltje naar mij. Laten we hier ook meteen het koeienhok maken. Dat is wel denk ik wat meer werk. Maar dat geeft niet. En hier kunnen we ook even wat meer uit gaan halen. Aan resources. Zo. Oh, moet jij er ook nog in, jochie? Kom! Hey, Fleur, thanks voor de 100 bits. Zo, gaan jullie ook nog maar even een baby maken. Kijk, dan hebben we er al 6. Hatsa! Oh, we kunnen ook even snel wat vis killen. Kijk, dat kunnen we natuurlijk ook even doen. Maak gewoon even wat gekookte vis. Zo, die dingen zijn echt moeilijk te raken, joh. Oké, dan gaan we even die koeien fixen. Nemen we... Wauw, wat ging hierop in rook? Zag je dat? Oh, wacht, hier. Nee, huh? Ik dacht dat ik wat zag. Oké, we maken gewoon even vis. We moeten nog even wat fences maken. Was het nou deze of was het nou die andere? Ik haal deze altijd door elkaar heen. Het is deze. Ja. Even kijken hoor. We hoeven nu niet alles te hebben, denk ik. Zo. Zo. Twee deurtjes. Nu hebben we seeds. Die zijn we dus ook nodig. En we moeten dus even een bucket hebben. En we moeten ons huis dicht gaan maken. Want ik ben altijd bang nu dat er een creeper in mijn nek staat te hijgen. En geloof me, dat is geen goed gevoel als je al een keer dood bent gegaan. Dan moet ik even een hoe maken. En die mag gewoon van hout zijn. Ik denk dat dit onze redding gaat zijn, gok ik. Die kippen zijn goed bezig, joh. Die leggen eieren, dat wil je niet weten. Oh my god. Krijgen we serieus meteen 2 kuikens uit die dingen? Dit is echt zo chill. Maar ik had eigenlijk meteen eerst die wheat farm aan moeten leggen in plaats van koeien te gaan halen. Maar het zijn er 4, dus dat is chill. Kom. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon 100 dagen lang overleven. Dat is mijn goal. Ik wil die 100 dagen, ik wil die titel hebben. Ik wil die YouTube-titel hebben. 100 dagen lang hardcore overleven. Oké, de eerste koe zit vast. We kunnen eigenlijk alvast een wheat farm aanleggen. Dat is misschien logischer. In plaats van dat we niks aan het doen zijn. Of ja, koeien halen. Maar ja, dan kan die wheat kan alvast groeien. Want zonder wheat kunnen we geen koeien krijgen. En we zijn koeien nodig voor de ladder straks. Het wordt weer bijna nacht, joh. Zo. We kunnen gewoon over doorlopen. Oh, ik ga terug naar huis. Ik ga terug naar huis, want er brandt geen licht. Rennen, 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 rennen. Want ik heb mijn gamma heel hoog. Ik heb geen zin in monsters bij mijn huis. Kan je 4 breed doen? Damn, wordt steeds breder dat Minecraft gebeuren. Gelukkig heeft nog geen beest mijn huis gevonden. Slapen! Volgens mij leven we nu in dag 12. Ja! Hatsa! Zo doen we dat. Je kan ook een carpet op de fence leggen, maar ik heb toch geen wol voor die carpet? Zou ik eens kijken of ik dat heb? Als ik dat heb, dan doe ik het. Ik heb die tip al heel vaak voorbij zien. Nou, wij gaan een carpet maken. Dit is toch een carpet? Oh, is dit... Een carpet is 2? Oh, ik dacht... Zo. Oké, we leggen die carpet erop. Speciaal omdat jullie iets zeggen. Hè, jullie zijn er veel beter in dan ik. Wat een handige deur. Dit is op maat gemaakt, jongen. Oeh, je zou verbazen hoe goede deur dit is. Maar dieren kunnen niet op zo'n carpet stappen. Jongens, ik heb seeds. Ga jullie maar weer even lekker kippetjes maken. Ja, ik doe het gewoon zo. 1, 2, 3. Doen we hier nog een bucket in. Ik denk dat dit prima is, joh. Ik hoef me geen zorgen gelukkig te maken dat ik het water in kan vallen. Waar we voor op moeten passen zijn van die stomme creepers. En zelfs met full diamond, moet je nagaan, zelfs met full diamond ga je gewoon instant dood door die gasten. Instant op hardcore. We hoeven maar 2 villetjes te hebben, kunnen we breeden. Met breeden kunnen we alles maken wat we willen. Zelfs protection 4. Dat zal wel een eeuwigheid kosten om te maken, maar hey, je moet er wat voor over hebben. Hop, kom op, seeds, seeds, seeds. Yes, let's go, seeds. Oké, hopelijk hebben we het veld nu een beetje vol. Ja, top. We gaan nu de rest van de koeien ophalen. Het waren er 4 totaal. Dat betekent dat als we wheat hebben, kunnen we meteen doen. Een creeper blaast toch ook door een schild heen, of niet? Zo, ik heb even een hele rare hik.
kom jij ook maar even mee. We gaan naar je vriendje toe. Een creeper blaast niet door je schild heen? Oh. Wat zullen we dan gebruiken? Zullen we de koeien maar echt gewoon massa's nu uit gaan breiden en de kippen gebruiken voor het eten? Ja, maar zelfs met full blast protection gaan er dus nog 5 hartjes af van een creeper met full dia. Dus moet je nagaan. Dat is echt heftig hoor. Ik schrok me dood. Ik had het er met Link over, want Link zei, heb jij een backup van je wereld? Ik zei, nope. Ik zeg, ik heb gewoon singleplay gedaan. Af is af en weg is pech. Nou, ik huilen, hè, want die hele wereld waar we echt zo lekker in gingen, we hadden villagers, we hadden een skeleton spawner, we hadden alles wat we konden wensen. En toen kwam meneer de creeper langs, was ik dood. Nou, ik kan mijn wereld helaas ook niet meer terugzien. Nou, dat is nog harder huilen. Maar ja, dus waar ik even naartoe wil gaan in dit verhaal, is dat dus mijn wereld weg is. Dankzij een leuke creeper. Perfect, maar niet heus. Ik ben wel echt blij dat die gast met zijn lama's opkwam dagen, joh. Die trader, die gast. Je houdt alle hartjes met shield? Echt niet, dat is onzin. Full hartjes met shield? Nee. Nou jongens, jullie zijn met z'n 4. Ik zag nog een 5e koe. Die wil ik eigenlijk ook wel even ophalen. Ik zie daar nog eentje. Dan hebben we er meteen 6. Dat is top, want dan kunnen we er meteen 3 maken. Wel een beetje oneven getal, maar dat maakt niet uit. Zo, kom jij ook maar even mee, koe? Hup, ook even het hok in. Oké, dan hebben we er al 6. Lekker bij je medevriendjes. Top. Dit moet even groeien. Hoppa, nog een kuiken erbij. Die kippen, jongen, die gaan goed. Heerlijk. Fijn om te zien, hè, dat die kippen zo goed gaan. Wat ben ik nodig? Ik ben een ho nodig. Ik heb de wereld aan boekenkasten. Ik kan echt straks gewoon een level 30 enchantment table instant maken. Kijk hoeveel sugarcane. Ik loop gewoon het hele eiland af. Eigenlijk moet ik gewoon wachten tot 3 is, hè. Dit is eigenlijk gewoon tijdverspilling. Oké, we blijven gewoon tot hier en dan gaan we terug. Pakken we alle sugarcanes. We hebben een ladder. Ik moest een ho nog maken. Maar volgens mij kunnen we alweer bijna slapen. Ik wil echt die nachten skippen, jongens. Die zijn echt heftig. Die nachten hier zijn heftig. Welkom in mijn hardcore wereld. Zo. Oh, nee, niet zo. Want dan gaat hij vastzitten. Dat wil ik niet. Waarom gaat hij eraan vastzitten? Wat is het voor iets stoms? Wat is dit voor stoms? Dat is bij die anderen toch ook niet zo? Nou, prima. Ga jij er maar lekker zo aan vastzitten. Wat vervelend is dit in één keer. Tjongejongejongejonge. Enige vervelende is dat ik gewoon geen skeletons tegen wil komen, waardoor ik nog geen boom wil hebben, waardoor ik die koeien nog niet bezig kan laten gaan. Kijk, die kippen hoeven niet meteen zoveel seeds te hebben, weet je. Die leggen wel eieren en die eieren maken ook nieuwe kippies. Waar het mij om gaat is dat ik zo snel mogelijk graan wil hebben, zodat we koeien kunnen doorknallen. En met die seeds die je daaruit krijgt, want je krijgt altijd meer seeds eruit. Kijk, die kunnen we weer aan de kippen geven. Koeien, fixed. Kippen, fixed. Ik heb ook geen idee, en dat meen ik serieus, of hier ergens villages in de buurt zijn. Ik ben nog nooit verder geweest dan de vallei waar ik nu in zit. De schapen, paarden hebben we ook. Dat is goed om te weten. Geef mij een tip. Hoe gaan we snel een village kunnen vinden? Is toch eigenlijk gewoon puur geluk hebben? Kom hier. Kom hier, jongen. Zo, weg. We hebben nog wel eventjes om te lopen. Maar kijk, ik heb geen gear. Laten we maar even bij ons huis in de buurt blijven. Ik heb ook nog helemaal niet eens flink lopen minen of zo. Dat is mijn probleem. Ik moet eigenlijk ook nog even flink gaan minen. Wil ik echt op avontuur gaan. Op zich zitten we best wel in een mooi open stuk. Weet je wel, hier kan vrij weinig gebeuren. Daar ben ik echt blij mee. Ik hoop gewoon stiekem ergens waar we heen rennen, dat we gewoon ergens een village, even zo'n village dakje tussen de muur, even zo tussendoor zien, weet je wel. Is er nog een biome of zo waar village het snelst... Oh, oké, het wordt donker. Terug. Rennen. Net op tijd voordat het donker is thuis. Desert? Heeft Desert ook veel villages, ja? Ik had eigenlijk een beetje stiekem hoop dat hier wat villages zouden zitten in de buurt, maar... Helaas. Oh, wat leeft trouwens in dag 14 alweer? Jemig, jongens, de dagen vliegen hier. Oké, ik heb even wat eten. Wat zullen we gaan doen, jongens? Zullen we op zoek gaan naar een village? Op zich, zo'n village gaat ons proces wel echt gigantisch hard versnellen, hè? Nou, kijk, laten we deze kant ook even een beetje gaan ontdekken. Ik heb 7 vleesjes mee. Ik moet één ding toegeven. Er zijn verdorie toch een partij weinige mobs, jongen. Volgens mij komen ze niet, omdat ik gewoon heel snel slaap. Ik vind het echt heel chill. Zo weinig mobs. Zelfs hier ben ik nog niet eens geweest. Village. En anders moeten we maar ergens anders gaan wonen, hè. Dan laten we ons huisje achter. En dan gaan we bij de village wonen.
Misschien is dat nog wel logischer, maar op zich hebben we best wel een leuk huisje daar alvast. Kijk, dat daar lijkt net alsof het een village is, maar dat is gewoon weer een boom. Ik word gewoon bepiepeld door de bomen hier. Hé, hey, daar zit wel zo'n portal ding. Zie je dat? Meestal zitten daar toch spullen bij in de buurt die je kan meenemen. Dit is top. Iron nuggets. Nou, verder niet zo heel veel spannends. Hier is een grote berg. Hier is Spruce Beauty. Laten we even snel een crafting table maken. En een bed. Oké, we kunnen nog net niet slapen. Dan hakken we gewoon nog even lekker een boompje om. We kunnen bijna slapen, volgens mij. Zie je, dat zijn echt weinig mobs hier. We skippen gewoon die nacht. En daardoor komen er gewoon bijna geen mobs. Dus dat is echt top. Hé, hey, kijk zo. Hier in één keer hele... Hoppa, saplings. Hup. Geven. Kom. Hop. Of heb ik er nu 2? Dat is top. Ik wilde meer. Nou kijk, ik heb er 13. Dat is meer dan genoeg. We gaan verder op avontuur. Links van ons zit ons huisje. Dat is waar we uiteindelijk weer naar terug toe moeten. Op zoek nu dus naar een village pumpkins. Die neem ik wel mee. Die slopen we met ons bed. Ja! Ja, 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 ja! Wij hebben een village. Heel chill. Gozer, hallo. Heb jij niet iets in je huis wat ik wil hebben? Damn it. Heb jij iets in je huis wat ik wil hebben? Nope. Alleen, wow, hij is nog best groot ook, joh. Kijk hoe groot. Hoe kunnen we het snelst al deze gasten meenemen naar ons huis? Oh, dit is gewoon... Dit is 700 blokken van ons huis vandaan. 700 blokken van ons huis vandaan. Hoe gaan we dit meenemen in hemelsnaam? Hoe gaan we dit meenemen? Iemand een tip? Moet ik echt een heel treinrails aan gaan leggen of zo? We kunnen het via de Nether doen. Oeh, deze zijn chill. Deze wil ik hebben. Deze wil ik hebben. Nether en dan met ijs. Dan is het 100 blokken of minder. Ja, dat is top. Mannen? Er is paniek! Paniek! Rennen! Oeh, altijd leuk. Ja, er was maar 1 chest. Dat is niet veel, hè? Maar hey, als we dit meenemen, hebben we in ieder geval genoeg wheat voor onze koeien. Kan ik ook gewoon rustig teruglopen. Hoef ik me helemaal geen zorgen om te maken dat ik nog wheat moet fixen. Even heel chill, hè, dat we deze village hebben gevonden. Zullen we die compost bin meenemen of niet? Boeien, hij is hem toch niet nodig. Even kijken wat hij heeft. Hij heeft wortels. Hij heeft aardappels. Top. Weet je, we pakken gewoon zijn beroep af zo. Neem allemaal lekker mee. Nu hebben we alles wat we willen. Jongens. Smile naar de camera. Smile. Ja, woehoe. Top. Oké, fixed. Village gevonden. Oh, wat chill dit, hè. Ik ben echt blij dat we de village hebben gevonden. Nu moeten we terug. We weten nu waar een village is. We kunnen daar gewoon een portal straks neerzetten. Wat we nu moeten doen is gewoon zo snel mogelijk minen eigenlijk. En fixen dat we eigenlijk alles hebben. Dat is een beetje ons doel. Hé, we hebben er nog één gevonden. Dit is stom geluk. Zeg even dat hier wel wat goed in die kist zit. In die andere kist zat echt net 3 keer hopeloos. Zo. Oh, silk touch. Dat is chill. Dat is heel chill. Mochten we straks een hele bult diamonds vinden, dan hebben we in ieder geval silk touch op een pickaxe. Is niet de pickaxe die we willen. Kan je met gold diamonds hakken? Dat vraag ik me alleen af. Even kijken, we moeten deze kant een beetje nu op. Een gold... Kan je niet gold hakken? Ah, zuur. Jammer. Zit er zo'n goede enchant op? Hebben we er niks aan. Lag er een goldblok? Echt? Heb ik een goldblok over het hoofd gezien? Oh ja, verrekt. Jullie hebben gelijk. Oké, dat kan dus niet met een golden pickaxe. Spijtig! Zo. Oké, kippen hebben we ook gefixt. Heb ik seeds nog? Heb ik ook nog. Damn. Zo, dan gaan jullie ook nog maar even lekker met z'n allen wat doen. Kijk, ik wil het wel mooi maken. Dat is sowieso mijn doel van deze hele serie. Kijk, ik ben nu bezig met een mine hier naar beneden. Dus wat ik kan doen... is hopen dat we hier wat iron uithalen. En dan hebben we in ieder geval een iron pickaxe. En dan kunnen we al wat dingen gaan doen. Dit wordt gewoon zo'n hardcore wereld waar je gewoon dingen ook mooi wil gaan maken, weet je wel. Dus dit wordt gewoon de perfecte wereld.
Oh, en meteen iron. Ach, wat lekker. Heel goed dit. Enige wat we niet tegen moeten komen is een skeleton. Dan moeten we hier weg. Want die schiet ons echt binnen no time dood. Oh, deze god is echt chill, jongens. Oh, me so happy. Ja, heel chill. Hoeveel iron blokken hebben we? 45, jongens. We hebben echt full iron nu al. Het is heel chill. Daar in de grond zitten nog een paar. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er echt een bultmops bij mijn huisje staan. Want ik heb nog niks verlicht. Ik heb ook geen hout. Kan geen crafting table maken voor een furnace. Dat dus. Ik wist het. Ja, ik wist het. Weg, weg, weg. Er zat gewoon een creeper daar weer te wachten, hè? Oh nee, het wordt licht. Het wordt licht. Het wordt licht. Kijk, 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 kijk. Ja, ja, ja. We zijn perfect. Is het nou... Oh, geen screenshot. Dag 18 nog. Ho, ho. Ho, 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 ho. Ik wou net een slokje drinken nemen. Gast, opbokken. Opbokken. Ze komen ook helemaal naar beneden allebei, of niet? Yep. Hallo? Misschien moet ik even hier dirt neerzetten. Is wat makkelijker. Die creeper staat ook gewoon echt in de opening van mijn deur, hè? Hij is weg! Wow, what's magic? Zag je dat? Hij toverde weg. Hoe dan? Staat hij hierboven? Wel in één keer. Boom! Oké, grapje. Yeah, let's go. Iron erin. Hatsa. Stonks voor deze, jongens. Echt stonkies, stonkies. Oh ja, dat moest ik meenemen. Een bucket met water. Laten wij dan onze sugarcane rondje doen. Want ja, boekenkasten zijn we nodig. Boeken zijn we ook met... voorraden nodig. Wat doe jij daar nou? Ga uit dat water, joh. Kom maar, want dan ga je in de fik. Au, hoe kan je me raken vanaf daar? Kom maar, waar ben je? Haha, geblokt. Haha. Haha. Je bent geen partij tegen mij, jongen. Nou, volgens mij hebben we echt sugar cane voor deze. Volgens mij zijn we dag 19 alweer. Het schiet lekker op. Geloof mij, sugarcane kan je nooit genoeg van hebben. Dat zie ik nu weer, ook op SMP-server. Zoals zo'n villager, zo'n boekenwurm, weet je wel, die je boekjes geeft. Die wil dan in één keer allemaal papier hebben. Terwijl dit maken van die sugarcane is echt gewoon easy peasy, hè. Hoppa, kijk jongens, zo hebben we echt in één keer full iron. Heerlijk. Laten we even bij onze kippen kijken en bij de... koeien. Oh, ik zie dat er echt flink wat gegroeid is, joh. Dit is echt top. Kijk dan, dit is toch even lekker. Chickens, I got some seeds. Die kippen hebben een veel te klein hok, joh. Zo. Zo, de koeien ook eventjes. Zo. Oh ja, tuurlijk. XP, 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 XP. Hebben. Fixed. Nou, nice. Hopelijk is alle iron nu gesmolten. Ik ben gewoon in mijn huisje bezig en mijn huisje is nog helemaal niet eens veilig. Ja, joh. Zou ik gewoon even een zwaard maken? Hop, hop. Hop, hop, hop. Zo, zwaard. Fixed. En laat ik deze crafting table voor de zekerheid meenemen. Straks komen we echt in een grot of zo, of in een mine. Maar we zijn nu al een stuk veiliger op pad, jongens. Dus dit is top. Kijk, ik wil het toch mee hebben. Want die levels van die coal die we krijgen, hè, dat XP, dat zijn we toch nodig. En waarom zijn we nou weer moeilijk aan het doen? Waarom doe ik nou weer moeilijk? Maar dit is wat chill. Nu weten we dat als we op zoek zijn naar obsidian. Jongens, ik heb het gevonden. Zit er een diamond om het hoekie? Ben je al dood gegaan in de SMP? Ja, ben ik hier neergevallen. Oh, mijn hemel! Let's go! Hatsa, wat lekker! Zijn het er maar twee? Dat zou wel echt heel teleurstellend zijn. Het zijn er ook maar twee. Wat een teleurstelling dit. Wat moet je nou weer met twee diamonds? Twee diamonds maar. Had er dan gewoon drie van gemaakt. Hadden we gewoon al een pickaxe kunnen maken. Of vier. Vier was ideaal geweest. Dan hadden we een enchanting table, pickaxe, hadden we alles. Ja! Diamonds! Woo! Het is er maar één! Wat is er met deze wereld aan de hand? Of ik krijg twee, of ik krijg één. Dit bedenk je toch niet? Het is nu dag 20. En dat betekent dat we gaan stoppen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe hardcore. We hebben een village gevonden. We hebben diamonds gevonden. We gaan hartstikke lekker. Druk op duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. En ciao!